Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum. We gaan hier dus even een code kraken. Hier, ik heb gelijk. Lekkering. Maar je moet nog twee andere. Nou, dat is hem niet. Die heb je al gedaan. Wow. Je ziet ook niet hoeveel je er goed hebt, hè? Nee. Dat is super kut. Ik kan nog kijken waar nog meer van die samples kunnen liggen. Nee, het moet sowieso ja, Mighty Anna moeten inzetten. Weet jij het wachtwoord? Zet het even in de comments. Maar doe dat wel voordat Milan hem heeft geraden. Anders stelt het niet. We kunnen dat controleren. Ik ga wel brute forcen. Ja, dat is het beste wat je kan doen in zo'n situatie. Ja. Kijk, okay, Sudowoodo is het sowieso niet. Nee. Is het bestreamfesting? Ja! Nice. Nou, moeten we weer tegen onze favoriete guy, Scrub, de noob. Wat een Scrub. Echt een mega Scrub is deze guy. Maar wel, hij heeft wel Wobbuffet. We zijn net geen Waluigi. Ja. Wel dezelfde fibbe. Jazeker. Holy crap, ik deed echt smoker veel damage tegen die Slitherwing. We love smoker veel damage. Ja, zeker. Het deed zoveel damage dat hij nu gelijk de shield pakt. Oeh, Ninetales is wel zo'n snelly. Ik hou van snellies. Ja, een snelle Pokémon. Ik gebruikte hem ook heel vaak in Gen 6 Competitive, omdat hij toen Drought kreeg. Oh, dat is wel best wel OP, want hij leert ook Solar Beam. Dus dan heeft hij gelijk een counter tegen Water Types. En tegen Ground Types. Oh, nice. See. Oh. Gezeik. Gezellig. Gezellig. Nou ja, in ieder geval Wobbuffet zal de komende 5 beurten niks doen. Of 6 of 7. In ieder geval, hij kan niks tegen je doen. Wee. Oh, minder zien. Huh? Deed je een aanval tegen de Wobbuffet? Ja, Heatwave dus straks. Ah. Ja, je moet dat een beetje voorkomen. En dan op het einde dan kan je alles op die Wobbuffet gooien. Alright. En wat je ook nog zou kunnen doen, ik weet dat het niet je playstyle is. Maar op het we gaan geen Calm Mind doen of zo, dat soort onzin. Nee, fake tears van die Ninetales van je op de Wobbuffet. Dan verlaag je de special defense van de Wobbuffet in. Woyo, Gorbis? Dat is echt zo'n forgettable Pokémon. Ik vind hem ook heel slecht. Nee, dat vind ik jammer, want ik vind hem wel vet design. Ik vind Huntail toch wel iets beter. Het is ook wat meer memorable. Ja, maar dat komt ook omdat hij zo slecht is, dat Gorbis slecht memorable is. Kijk, want zijn beste stat is Special Attack. Wat is die van Huntail dan in? Huntail in... Oh, maar de stats van Gorbis zijn wel beter dan die van Huntail. Oh. Dat is nog het grappige eraan. Maar Huntail is ook wel lelijk. Hoe kan het eigenlijk dat een schelpdier een of andere langwerpige vis wordt? Dat maakt niet uit. Daar moet je bij Pokémon niet over nadenken. What the freaking... Hey, Hunter. Die kan je vangen, denk ik, of niet? Oh, nee. Nee, we hebben al de Hitmontop gevangen. Oh, dat was van deze dude. Yes. Doe fake tears op de Wobbuffetting. Janken dan! Janken, bitch! Wat een kut move! Oh, dit zag ik.
In speedrunning van XD gebruiken we ook fake tears. Wel jammer dat Amphos dood is. Ja, dat is wel kut. Weet je waarom we fake tears gebruiken in XD? Omdat jij van janken houdt. Jazeker, Ring. Maar ook omdat we niet de X-item glitch kunnen doen. Aha. En we willen ervoor zorgen dat Espeon zoveel mogelijk one-shot. Dus ja. Oeh, zo'n Ice Beaming op de Huntailing. Oh nee, Aurora Beaming is het. Maar zijn attack is wel verlaagd. Nandowing, ik heb mijn Wii U nog steeds niet verkocht. Nog niet? Nee, en ik had iemand die had echt een goed bod gedaan en die zou hem komen ophalen en toen kwam hij niet. Oh cool, net zoals met je telefoon. Ja. Maar uiteindelijk had ik hem voor mijn telefoon, ik had hem gewoon de dag later hè, voor meer. Oh, nou, dat is veel beter. Ja. Dat is wel, ja, Wii U, ja, niet zoveel mensen die willen de Wii U. Ik ga even kijken op Marktplaats heen. Marktplaats, maar... Ja, ik hoef geen tweede Wii U. Niet? Ja. Nee. Ik heb niet zoveel aan een tweede. Kijk, ja, dat is ook niet echt... aan te raden om hem dan aan zo'n tweedehands winkel te verkopen. Nee. Dan krijg je echt veel minder dan wat je zou kunnen krijgen als je hem zelf aanbiedt. Maar ik zie ook een andere die, kijk, sinds hoe lang staat deze er al op? Oh, deze is nog echt vandaag erop gezet. Oh, dan snap ik wel dat er nog geen reactie is. Of geen bot, bedoel ik. Het is wel de Zelda Wind Waker Wii U, dat is wel fijn. Even kijken. Ik zie hier €200. Hoe lang staat deze er al op? Oh, ik moet wel denk ik even de datum aanpassen. In die filter, of als dat kan. Kijken. Datum out. Kijk, deze is in Uden. Ik zie hier eentje. Lekkering. Deze staat al sinds 6 juni erop. En daar is geen bot op gedaan. Is er hierna een heel moment? Nee. Hè? Nee, dan is de boss. De admin. Heel geen boss. Ja, maar we moeten de boss niet doen. Dat maakt niet uit. Maar weet je wat we wel hierna krijgen? Een Pokémon. Dat en TM Earthquake, als hij nog steeds op die plek ligt. Oh. Maar is dat de Registeel guy of niet? Ja, het is de Registeel guy. Wow. Dan zijn we al, gaan we zo meteen naar het laatste stuk. Oh ja, ik wil even kijken wat deze is. HP, attack en speed. Oké, dit is wel een redelijk goede Slithering. Want ik ben normaal laai. Maar ik wil eigenlijk in een 5 IV. En ik weet dat het mogelijk is in 5 sterren raids. Alleen het is heel lastig. Heel veel gelukking. Heel veel gelukking hebbing. En dat heb je niet in. Nee, maar er spannen ook eigenlijk voor mijn gevoel echt weinig van die raids. Normaal dan spannen er echt... ja, een stuk of 6 of zo. En nu zijn het er maar 3. Zet. Heel verpand. Goed, ik ga wel even weer zo'n andere... Oh, wacht, ik ben natuurlijk niet online nu. Connecting to the internet in. En dan ga ik even zo'n Violet Volcarona zoeken. En dan moet je weer door het hele fucking lab heen lopen. Gezeik, gezever, gekut. Jazeker. Ik ga even healing. Even, sorry, saving. Mm-hmm. Trouwens, hè, want tijdens die
DLC-stream die we deden. Ja. Yeah. We waren op zoek naar een 6-sterren-rate Snorlax voor Herbe Mystica, toch? Ja. Yeah. Blijkbaar krijg je ook echt ziek veel van Poliwrath. Oh, oké. Okay. Nice. En er was nog eentje. Oh ja, Basculegion. Oké, okay, interessant. Dan weet je dat voor de volgende keering. Precies, ding. En je krijgt dus ook van zo'n NPC alle Herba Mystica's, hè? Als je alle... Al die tablecloths, inderdaad. Ja. Maar dan moet je al die tablecloths kopen. Verkoping, bedoel ik. Zeker, ring. Ja, dat kost weer te veel tijd, ding. Wel, nee. Het kost minder tijd dan een raid te doen voor Herba Mystica's. Oké. Okay. Je kan ze allemaal op dezelfde plek kopen, behalve één, die moet je ergens pakken. Oh. Ah, die is dan weer wat anders inderdaad. Ach ja. Oh, iemand gaat Ogerpon meenemen in de raid. Welke Ogerpon? Eentje neemt de gras mee en de ander neemt de water mee. Neem jij de vuur mee? Nee, ik neem Iron Hands mee. Dat is toch steeds mijn Terra Raymond. Maar in principe is Ogerpon goed. Ik weet niet trouwens wat Ogerpon, waar je Ogerpon mee kan vergelijken. Je kan hem vergelijken met Zacian. Mooi joh. Zacian die was heel goed, omdat als je die dan uitzendt, dat hij gelijk een plus 1 in attack of zo kreeg, of plus 2. Ik moet tegen Cypher Admin Ein. Oh, dat is waar al die files van zijn. Ja, inderdaad. Want hij is de professor die de Shadow Pokémon heeft gemaakt, ding. Wat een lullo. En hij heeft nog steeds hetzelfde soort team. Hij heeft een Rain team met Donder. Leuk. Ja, en de Pelipper heeft waarschijnlijk, ja... Drizzling. Dan gaat mijn Manectric 100% ding voor de Dondering. Heeft Ampharos een Lightning Rod? Dat weet ik niet, maar wel goed tegen Pelipper. Dat is Waring. Als Haring. Waring als Haring, inderdaad. Yeah. Ik ken die, ja. Uitspraken nog een. Oh, godverdomme, dat ding heeft ook substituut. Ging de Pelipper voor protecting? Pelipper heeft nog niks gedaan, nee. Hurricane. Hij mist, wat een lullo. Flickering. Nou, dan is nu even de vogel WC eend afmaken. Vlammenwerper. Flamethrower. Oh ja. Ja, maar dat deed wel heel veel voor. Terwijl de special defense is volgens mij toch wel redelijk goed van de Ninetales. Oh, ik typ Ninetalassis. Ja, dan ga ik natuurlijk niks vinden. De evaluatie van Ninetales. Ninetalassis. Oh, mijn Manectric heeft Lightning Rod. Spamdoring. Dat is toch niet de bedoeling? Dat is niet normaal meer. Dit is niet normaal meer. En de special defense van de Ninetales is 100. Apart. Ik dacht dat het minder zou doen dan. Turn the ball, ding. Wat maak ik niet met een tricking? Overleef. Oh. Fanning. Nee. 9 staart is gone. 9 staart is gone. He cannot breathe for the first time. Of first timing. Zo kan je het ook natuurlijk zeggen. Dat zou je zeker kunnen zeggen, ja. First timing. Stealing. Doe even normaal, bro. Ja, dat mag. Hier, since you've been gone, Manectric. Since you've been gone in.
Ben hij nog een meisje met Lightning Rod? Dan word ik echt boos. Een Lantern of zo. Lantern, inderdaad. Nee, Marowak. Maar die heeft ook Lightning Rod. Nee, dat kan niet. Jawel, hij kan Lightning Rod hebben. Ah, dan heeft hij sowieso Lightning Rod. Ja, ik zou het niet risken. Nee. Ik zou eerst die Marowaking afmaken. Just to be sure. Ik ga hem nog een keer zoeken, maar ik weet wel heel zeker dat is fucking. Dat is een fucking OP ability voor Marowak. Nee hoor, want Rhydon die heeft ook Lightning Rod. Echt? Ja. Maar dat is toch OP? Nou, zeker alleen in double battles. Ja, in double battles maar wel, maar in VGC is hij dus fucking goed. Ja, ze worden alleen niet zo vaak gebruikt. Meestal nemen ze dingen mee als Garchomp. Of Ursaluna. En hoe heet die ook weer? Urshifu, die wordt heel vaak gebruikt. Mag Urshifu überhaupt gebruikt worden? In de VGC, ja. Mm-hmm. Oh, ja. Sinds de DLC uit is en je een aantal mons al kon overtransferen, mag je gewoon Urshifu gebruiken. Tentacruel, heeft Tentacruel Lightning Rod? Nee. Maar ja, trouwens, al had hij wel een Lightning Rod, is hij na één Thunderbolt dood. Dat is waar, hij heeft wel Rain Dish. Maar het kan ook zijn dat hij Clear Body heeft of Liquid Ooze. En als het Liquid Ooze is, dan... Dan moet je vooral geen Assault absorberen. Inderdaad. Denk. Zo ging een Nuzlocke een keer mijn Wishcash dood. Ja, oh. Dat is eigenlijk heel cool. Nee, niet mijn Wishcash ging dood. Ik deed het op een Wishcash. Oh, je deed het op een Wishcash. Ik deed Giga Drain op een Wishcash. Alleen, het was... volgens mij randomized abilities. En toen had hij Liquid Ooze. Oh. Alleen ja, omdat ik hem one hit KO, omdat het keer 4 was, ging ik ook one hit KO. Ja, kut. Ja. Oh, volgens mij heb ik dat gezien ook. Dat was met Justin. Nou, die toen ik dat deed. Zoiets komt me bekend voor dat ik het eerder heb gezien bij iemand. Misschien was het wel Sandering. Ik kan me ergens toch wel voorstellen dat bij Sandring was. Nou, Registeel zal vast ook Clear Body hebben. Dus je kan gewoon Thunderbolt blijven doen. Ik heb nu trouwens een goede Iron Moff. Woe! Hij heeft Bolt Nature, kan wel. Hydropomp, mist. Thunderbolt mist niet, kabooming. Hydropomp. Ah, hoezo is die bitch niet dood? Bitch, dit. Omdat. Deed je Thunderbolt? Ja. Yeah. Ja, Tentacruel heeft goede special defense. Aha. Dit is van Daring. Hey, een Vibes raid. Leuk. Outbreak? Nee, gewoon raid. Zo'n Terra raid. Ik zit nu allemaal Terra raids te doen. Terra raid. Wauw. Lekker AGG, Ron. Mhm. Nou, nu is het alleen nog Rangy Stealing. Weet je dat ik Tentacruel door een bepaalde reden heel erg haat? Omdat die KO'de, die mom. Nee. Die zo'n run. Nee, Tentacruel heeft in Pokémon Stadium... Ja? Heeft die Hydro Pump 100% accuracy. What the frick? Ja, dus dat is super kut. Maar zeker alleen als je de tegenstander hebt. Ja. Ja. Zo, nou, kan ik het wel verwachten inderdaad. Crobatting? Dit is niet normaal, ing. Nee. Oh, sowieso one hit kill Blaziken. Ja. Godverdomme. Dat is een vervelend ding. Hier is er nog eentje. Wacht, ben ik daar niet al geweest?
Oké, nee. Welke aanval kan ik het beste doen tegen Registeel? Oh, je hebt alleen nog Ampharoth in. Ja. Ah. Hij resist al je moves. Nice. Je zou hem kunnen Thunder Waven. Dan kan hij in ieder geval. Kan het aantal beurten zijn dat hij niks kan doen. Mm-hmm. En hij wordt makkelijker te vangen. Oh, dit is wel kut. Dynamic Punch. Ik hoop dat hij heel vaak gaat missen. Heb je niet nog een revive? Toevallig. Misschien wel. En dan kan je gewoon een Pokémon inzetten die een resist. Nope. Oeh, ja. Je hebt weer twee ballen of zo. Ja, nou ja, verzwak hem dan maar eerst met Step Thunderbolt. Oh, redelijk damage. Ik denk hem niet gaan proberen te vangen. Ik denk hem gewoon kill. Ah, oké. Okay. Oh, als ik nu niet dood ben. Oh, nee. Maar hij confused je volgens mij als hij raakt. Oh. Ja. Oh, dat man. Dan heeft die pik gewoon mazzel gehad. Path for en Dream. Vols, je bent een loser boy. Oh, en dit is wel een beetje kut. Nu zit hij zichzelf ook nog te boosten. Nou ja, gelukkig ben je special attacker. Nee, je hebt alleen maar special moves, dus. Kijk, hoppakee. Het is Jover. Weet je wel van Joe Biden? Wat? Ja, dat is een meme. Want als er iets voorbij is of zo, dan zeggen ze, it's Jover. Okay. En dan maken ze de connectie met Joe Biden of zo. Ik ben blij dat ik hem heb gekilled. Yes, ik ben ook blij dat ik Joe Biden heb gekilled. Wait, what? Lekkering! Nu kan je Earthquake oppakken, als het goed is. En nu is die pussy boy en dan gaat hij weg running. Wat een loser boy. Zekering. De data rom en die moet je naar net survival grids brengen. En het is TM26 en dat, als het goed is, Earthquake. Zeker ring. Aan Aggron geven? Kan. Hij krijgt alleen geen step, maar er is niemand in je team die er step voor kan krijgen. Nee. Even kijken welke je weg doet. Ik denk dat je een screech weg gaat doen. Ja. Ja. Lekkering. Oké. Okay. Oh ja, de TM's kan je oneindig gebruiken. Echt? Ja, klopt. Want je hebt het net al gebruikt en ik zag nog steeds Earthquake in je pack. Oh, wat van. Oh ja, dat is de aangepaste ROM natuurlijk. Yes. Lekkering. Lekkering in die ding. We gaan naar Net Survival Grid. Waar is Net Survival Grid ook weer? In de Under of niet? Ja, en dan in dat huisje links. Yes, let's go. Moet ik nog vechten tussendoor of kan ik gewoon meteen naar Net Survival Grid toe? Je kan naar Net Survival Grid zonder te battling. En nu is deze shortcut wel handig. Mm-hmm. Ik vind het jammer dat we in XD niet hier naartoe gingen. Ik had het wel vet gevonden. En je kan gelijk inderdaad healing. Want dat is belangrijk. Belangrijk ring. Not the healing. Ja, zeker. Hope to see you again. Nou, ik niet. Oh, ik moest gewoon daar zijn, of niet? Nee. Je doet het goed. En dan naar links. Dat is, daar kan je
Urban... Nee, herbs kan je daar kopen. Oh, Urban Mystica. Nee, geen Urban Mystica. En dan het kleine... Hier is net survival git. Ja, dat is net survival git, Zing. Hello, Wing. We hebben wat voor je. Oké, en nu moeten we naar real game. Oh no, they have wiped the data. Want op die datarom staan zeg maar alle shadow Pokémon's die er zijn. Mm. Alleen de data die is verwijderd. Dus nu gaat hij proberen om alles weer terug te halen. Nice, hè? Yes. Nu kunnen wij met de F-disk. Oh, verkeerde, oeps. Dat is de Einfile F. Er zit wel F in, maar... Waarom maken ze het zo moeilijk? Leave Britney alone! Leave her alone. Oh, de naam Lovrina zit er al in? Dat wist ik niet. Is die van XD? Ja. Oh. What the frick? Je moet toch vaker je Einfiles lezen. Holy crap, Ing. Het is gewoon een beetje lore. Dat wist ik niet. Dat vind ik wel echt episch. Nu moet ik binnenkort dan alle Einfiles gaan lezen. Dat lijkt me een goed idee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.